Ja, hè? Ja. Meteen een minuut stilte regent. Denk ik wel. En op de website van FC Groningen stond ook applaus en vuurwerk. Dus ze maken er wel een heel spektakel van. Ik zie de MD 10 meter al in staan, de overkant van het veld. Dus ik denk dat die vuurwerk gaat steken. Ja, denk ik ook. Pakken of zo.
supporters. Afgelopen woensdag is op 75-jarige leeftijd clubicoon Martin Koeman overleden. Martin Koeman was sinds 1963 in verschillende functies meer dan 50 jaar verbonden aan GVAV en later FC Groningen. De club beschouwt Martin als de geestelijk vader van onze jeugdopleiding. FC Groningen is diep geraakt door zijn overlijden. Naast de spelers van beide elftallen staan nu ook de spelers en begeleiders uit de jeugdopleiding van FC Groningen op het veld om Martin Koeman te herdenken. Afgelopen donderdag herdachten wij Martin in een minuut stilte. Als eerbetoon aan Martin Koeman vragen wij u nu te gaan staan en na het fluitsignaal van scheidsrechter Liesveld 1 minuut lang te applaudisseren voor zijn vele verdiensten voor onze club.